Ik ben Titus de Voogd en ik speel scoutsleider Chris in de film Welp. Een spannend horroravontuur, vanaf Halloween in de bioscoop. Maar nog voor de film uitkomt, kunnen jullie al het officiële Welp-postspel spelen. In de film Welp vertrekken een groep scouts op kamp naar Kasselrock, een verlaten dorpje diep in de Ardennen. Volgens de leiding dwaalt er in het bos rond hun kampterrein een gevaarlijk boskind rond, Kai genaamd. De Welpen denken dat het om een verzonnen verhaaltje gaat, tot de leiding hen op een donkere nacht wakker maakt voor een spannend bosspel. Om het Welpspel te kunnen spelen, verdeel je je in drie groepen. Groep 1 zijn de Welpen. Ze zijn misschien niet zo sterk, maar wel dapper. De Welpen gaan op zoek naar Kai. Groep 2 speelt Kai, het boskind. Als Kai sluip je door het bos en probeer je de leiding uit te schakelen. Groep 3 is de leiding. Ze zijn wel stoer, maar niet al te snugger. De leiding tracht hun Welpen terug te vinden. Wat niemand weet, is dat er diep in het bos nog andere duistere krachten aan het werk zijn. Het Welpen-bosspel speel je best 's nachts, vanaf 8 spelers en vanaf 14 jaar. Speel het deze zomer nog op jouw kamp. Ga naar onze website. Lees de instructies of download de app en wees paraat.